boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys en girls, en welkom bij alweer een nieuwe vlog. Let's go. Het is vandaag dus een vlogje. Wanneer welke dag is het vandaag? Ik weet het niet. Het is donderdag 9 februari. Wauw, dit is schrikkeljaar. En deze vlog gaat door tot in maart ergens dus. Ik zit hier nu op mijn kamer. Ik ben vandaag thuis, zoals jullie weten. Ik heb vandaag niks te doen. Ik heb al 2 potjes FIFA gespeeld, EAFC gespeeld. Ik heb wat opgenomen voor mijn EAFC video van dinsdag. Deze vlog komt op. Komt op 8 maart zo online. Ik ga eens kijken. Ja, deze vlog komt op 8 maart online, dus ik wil eventjes voor jullie vloggen. Misschien dat ik ook een van deze komende dagen een keer naar buiten ga. Dus nu ben ik eventjes aan het wandelen. Misschien ga ik vloggen. Ja, ik ga zaterdag sowieso naar de voetbal, dus misschien. Ja, ik vlog als ik naar de voetbal ga, als ik in Antwerpen ben en zo. Wat ik nog wil zeggen is, geniet van jullie leven. Het kan heel rap gedaan zijn. Kijk maar naar een kameraad van mij. Ik heb het in de EFC video verteld. Afgelopen maandag, 26 februari, is Florian Genoux, een goede kameraad van mij, is hij overleden. Zaterdag 24 februari om rond 19 uur zou hij aangereden geweest zijn. Het doet me nog altijd iets. 24 februari rond 19 uur is hij dus aangereden. Kan gebeuren natuurlijk. Hij was nog maar 20 jaar oud, dus hoe moet ik dat zeggen? Het is niet zo leuk als je op 20 jaar zou sterven. Hij heeft eigenlijk nog heel zijn leven dat nog voor hem. Hij voelde zich net zo goed en ja. Dus dat is eigenlijk, zo'n beetje. Het was echt wel een goede jongen. Het was echt wel een goede gast. Hij kwam altijd naar de live scene. Als ik live was op YouTube of op TikTok, hij kwam altijd kijken. En dat heb ik dus nu niet meer. Spijtig genoeg is hij dan gegrepen, aangereden geweest. Maar verder ga ik er niet voor ingaan, want ik heb nog respect naar de ouders. Dus ik ga er verder niet over ingaan. Ik mis hem wel. Maar Florian, we weten dat jij nu onze engelbewaarder bent. Voor de rest ga ik nu niks veel zeggen. Ik moet het zelf ook nog een beetje verwerken dan met Florian. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is een paar minuten later. Vandaag begint ook nog eens Formule 1. Het is eigenlijk al begonnen, maar nu vandaag zijn de eerste. Vrije trainingen. Free practice 1 en free practice 2. Ik ga eens kijken op mijn Formule 1. App, om hoe laat dat juist zijn. Free practice 1 is om 12:30 op 9 februari tot 13:30 en free practice 2 om 4 tot 5. Dus
Wij gaan sowieso, ik ga sowieso naar Free Practice 1 en hopelijk ook naar Free Practice 2 kijken. Ik nu eventjes douchen. Ik stink nog wel. Ik moet ook naar de wc, dus ik ga douchen, ik ga naar de wc en dan iets eten, denk ik. Want om 12:30 is het Free Practice 1 van de Bahrain Grand Prix. So, yeah, let's go. Oké, boys and girls. Het is nu 11:45. Bijna 11:50 en ik heb net de video die jullie vorige week vrijdag hebben gezien, geëdit. Genaamd Roseland RS500 unboxing en testen. Omdat ik dus de Roseland RS500 gekocht heb onlangs vorige week. Net vrijdag gekocht, maandag gekocht. Direct unboxing geknald. Omdat mijn oude speaker, de Idance Blaster, spijtig kapot gegaan is. Oké, kan gebeuren. Dat er een speaker kapot gaat na 8 jaar tijd. Alleen ik heb die 8 jaar gebruikt. En dat was echt wel een goede speaker. Dat was eigenlijk wel een perfecte speaker. Die ik eigenlijk altijd al heb gehad. Sinds dat ik 16 heb ik gekocht. Dus 16 of 17 heb ik gekocht. En toen. Dat kan al ouder dan die speaker. Maar zo lang hebben we die dus gebruikt. En echt, die is overal mee naartoe gegaan. Ik heb die meegenomen op. Als we gingen voetballen. Ik heb die meegenomen. Eigenlijk overal heb ik die meegenomen. En nu heb ik een speaker van 20,95 euro. Meer heb ik niet nodig. Omdat, ja. Het is echt wel een goede speaker. Als ik een speaker koop, dan gebruik ik die overal. Die Idance Blaster was echt wel een goede speakerke. Spijtig genoeg. Een verkeerd kabel heb ik nog steeds gebruikt. Ik weet het niet. Dat het niet meer aanging. Kijk. 10 jaar, bijna 10 jaar met een speaker. En dat zie je tegenwoordig niet veel meer. Dat was echt een goede kwaliteit. Voor 50 euro nog in een tijd. Want ik heb er 50 euro aan uitgegeven aan die speaker. En die heeft me 10 jaar meegegaan. Dus eigenlijk wel een heel goede speaker. Nu heb ik een van 20,95 euro. Hoe lang gaat die meegaan? Ik hoop ook een jaar of 4, 5, 6 zeker. En er zit ook een micro bij. Ik had natuurlijk een micro gekocht, een draadloze micro. Die dat ik daar nu ook voor gebruik. Dus als ik bijvoorbeeld live ben op TikTok, kan ik nu mijn DJ deck aan die speaker koppelen via die AUX. En dan mijn microfoon er ook aan verbinden en dan kan ik zo een beetje MC'en en zo, wat is allemaal. Dus dat gaan jullie ook nog wel zien. Ik ben nu deze week niet op TikTok live geweest. Het is nog maar donderdag. Misschien dat ik op zondag eens live ga. Maar zoals ik gezegd heb in het begin van de video. In het begin van deze vlog. Ik ben niet live gegaan. Omdat Florian eigenlijk een beetje mijn moderator was. En Florian is mijn moderator. Was mijn moderator. Op TikTok. En op YouTube. Dus En dat is nu een beetje weggevallen eigenlijk. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Ik ben nu dus naar FP1. Free Practice 1. We zijn in 1. Van de Bahrein Grand Prix aan het kijken. Budapest van Bahrein. En ja, let's go. En Joe zegt al, my brain is not working. Dus daar moet ik aan. What the fuck. Oké, boys and girls. Ik weet dus de datum dat het kruisje geven is aan Florian. De laatste groet geven. De begrafenis gaat in een teamkring door.
Maar de groet geven is op 4 maart van 18:30 tot 19 uur in Tiltwingen. Ik raak niet graag, ik kan niet geraken, gewoon omdat ik, ik raak er nooit niet. Allee, ik raak daar niet. Ik kan niet geraken, omdat het van 18:30 tot 19 uur is. Dus ik raak daar niet. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls, het is vrijdag, vrijdagavond ondertussen al, het is half vijf gepasseerd. Ja, boys and girls, ik ga hier binnenkort, volgend jaar of zo zal het zijn, ga ik hier eigenlijk een heel playseat zetten, met een Thrustmaster stuur en zo. Dus vanaf volgend jaar ga ik meer eigenlijk into simracing zijn in plaats van into EFC. Dus willen jullie dat ik meer content push qua simracing? Want ik denk dat ik het zo'n beetje gehad heb met EFC. Ja, ik heb het zo'n beetje gehad met EFC en ja, ik wil wel into simracing gaan. Dat zou eigenlijk wel een leuke stap zijn voor mijn kanaal. Ook omdat ik tegenwoordig heel veel simracing doe. F123, Gran Turismo. Dus willen jullie dit op mijn kanaal zien, smash dan zeker de like button. EFC kan ook nog altijd gedaan worden natuurlijk. Maar ik denk dat ik mijn content toch een beetje ga aanpassen naar simracing content. Omdat ik toch iets meer simracing gevoelig aan het worden ben. Dus willen jullie die content zien en willen jullie dat ik zo'n content blijf uitbouwen? Smet dan zeker de like button en reageer eronder. Wat voor de game dat jullie als eerste willen zien als ik mijn simracing setup hier heb staan? Ik ga dus echt wel into simracing zijn. Dus ja, let's go! See! Oké, boys en girls, het is 9 uur 's avonds of zo op vrijdag en ik ga stilletjes gaan slapen. Ik ben echt moe, dus ik kan wel slapen. Dus ja, let's go. Zo! Oké, boys en girls, goedemorgen, het is rond 7 uur en nu ik moet dus scheren. Het is zaterdag. Ja, gaan we nu dus scheren. Let's go. En nu ben ik dus geschoren, boys and girls, het is een heel verschil. Let's go. Nu ga ik dus ontbijten of een koffietje drinken vooral. Iets eten. Allee, koffie drinken, kassen en dan, ja, let's go. Zo. Oké, boys and girls, het is nu 5:10, binnen een uurtje moet ik gaan vertrekken. Dus ik ga nu alles klaarmaken om mee te nemen. En deze camera neem ik sowieso mee, sowieso. Dus ik ga niet zonder camera weg. Dat is nu tegenwoordig mijn ding. Als ik ergens naartoe ga, vlogcamera meepakken. Dus let's go, we gaan een heel weekje vloggen. Ik ga denk ik wel niet filmen op OHL. Omdat ik zoiets heb van op OHL wil ik genieten. En dus niet gaan filmen. Het is nu ongeveer bijna tijd voor te vertrekken. Ik ga hier alles afzetten. Mijn oplader van mijn camera meenemen. En gewoon genieten vandaag. Niks moet, alles mag. Dus ja, let's go. Ik ga vandaag gewoon weg genieten. Zo. Oké, boys en girls, zoals jullie nu horen, zit ik dus op het terrein naar Leuven. Ik zit nu ongeveer Bertum, zo ongeveer. Kortenberg of zo, ik weet niet. Ik ben net op de luchthaven Zaterdag gezet. Omdat ik hier de trein kon pakken, die langs Aarschot rijdt, was in wezen al aan het werken zijn.
aan het spoor. Snoet die dus op het trein. En ik ben bijna in Leuven, dus laat jullie iets weten. Als ik in Leuven ben, ja, dat is goed. Mijn jas hangt daar. En ja. We zijn bijna in Leuven, ik denk nu hier ongeveer. Ja, dus ik ga mijn camera's even samen inpakken. Tja, let's go! Oké, boys and girls. Het is nu ondertussen zondagmiddag. Ik ben gisteren dus naar OHL Union gaan kijken. Het was 0-2 geworden voor Union natuurlijk. Het is nu dus 13:11 op zondag. En het was dus 0-2 in het voordeel van Union geweest. Je speelt tegen Union. Je gaat sowieso op je doos krijgen. Dus ik vind dat ze nog redelijk goed hebben gedaan. 0-2. Want in de heenronde was het 5-1 voor Union. Dus ik vind dat ze nog wel redelijk goed gedaan hebben. 2-0 verloren. Kon erger. Dus ja, ik ben wel trots op mijn team. Dat is het wel zo goed hebben gedaan. Oké, dat hebben we het zwaar gehad. Maar ze hebben ook van hun afgebeten. En oké, Tove Lijst had zijn dag niet. Maar dat kan ook eens gebeuren dat een keeper zijn dag niet heeft. Dus let's go. Ik ga nu de intro en de outro van de EFC video die jullie afgelopen dinsdag hebben gezien opnemen. Ook nog een stukje van de EFC video waarin dus mijn rewards open. Dus ja, let's go. Ik zie jullie guys als die opname gedaan is. En als ik waarschijnlijk aan het editen ben. Let's go. Zo. Oké, boys en girls. Het zal ongeveer 20-6 zijn. Het is dus avond, zoals jullie weten. Dus wat doe ik s'avonds? Mijn rolluiker is omlaag. Het is de eerste keer sinds de zomer dat ik eigenlijk omlaag doe. Die staan eigenlijk de hele dag open. Maar nu ga ik die dus omlaag doen. Waarom? Omdat ik er zin in heb dat dat misschien beter beeld geeft op video. Dus let's go. Nu ga ik dus eventjes een beetje GTA knallen ofzo. Tot als 7 uur is, want dan is het opnametijd voor de EFC opname. Dus let's go. Ik ben dus aan de EFC video van volgende week dinsdag al bezig. Het is nu ook zondag. Dus ik ben nu eigenlijk aan de EFC video van volgende week dinsdag al bezig. Omdat ik een hele week eigenlijk opneem. Van zondagmiddag tot zondag. Van zondagmiddag tot zondagmiddag eigenlijk. Dus eigenlijk zo altijd een hele week. Nooit eigenlijk rust. Dus na Team of Season zal ik wel rust pakken. Dus let's go. Zo. Oké, boys en girls. Het is nu dus maandag. Maandag 4 maart. Het is 12:48 nu als ik dit opneem. En zoals jullie weten ben ik dus ook begonnen met het maken van een EFC video. Dat heb ik iets al gezegd. Dus nu ben ik daarmee bezig. En ik ben dus ook bezig tegelijk met de vlog voor nu van vandaag. Dus ik heb twee video's die ik moet onderhouden. Dus deze is een beetje de vlog. Ik ga nu dus ook weer leuke content pushen voor jullie. Dus smet dan zeker de like button voor de content. En dan zie ik jullie guys graag in het volgende stukje. Dus ja, let's go. Oké, boys en girls. Het is nu dus maandagavond. 7:15 s'avonds. Ik ga stilletjes aan slapen, als ze weet. Dus als jullie zien dat ik niet meer wakker ben, ben ik aan het slapen. Het is nu een beetje donker hier.
Maar ja. Ja, ik zit dit hard te voelen. Oké, en toen was het licht. Oké, wat ik dus wil zeggen. Ik ga ze lekker aan slapen. Dus ja, ik zie jullie guys graag terug morgen vroeg in het stukje van de vlog. Dus ja, let's go! Zo! Oké, goedemorgen boys en girls. Het is nu dus dinsdag. En ik ga stilletjes aan. Ja, mijn camera nog eens insteken, want mijn camera moet opgeladen worden. Dus ik ga eventjes de dingen zoeken. De oplaadkabel. En dan ga ik mijn camera insteken. Dus ja, let's go! Ik kan nu subiet naar het werk gaan. Wauw. Zo. En die van maar eentje. Oké, boys en girls. We gaan nu dus naar de video van ACTC. Het is dinsdag. Het was vorig jaar. Middag. En alle jaren ervoor zo leuk. 12:39 met een video van ACTC. Die daar gisteren online gekomen is. Mijn familie daar geeft op de rechtszaak. Die video van ACTC. Terug in vies zoals vorig jaar. Dat is wel een goede video. Allee, ik vind dat wel een goede video. Maar eentje is ook. Dus let's go. Shout out naar jou, ACTC. Shout out naar jou. Jullie is bijna 80. Nee, nee. We gaan knal. Shout out naar u, ACTC. Boom. Ja, boys en girls. Het is lang geleden nog eens in een vlog een action hebben gedaan. Dus jullie staan terug in mijn kast. Ik ga nu een glaasje nemen. Een glas met Fanta. Of ja, sinaas. En ik heb hier dus een glas met Fanta staan voor mij. Dus schoolboys en girls, eerste atje in deze video, eerste atje in lange tijd. Ik heb al heel lang geen atjes meer gedaan in video's. Het is bijna een jaar geleden, of meer dan een jaar geleden, dat ik nog eens een atje heb gedaan in een video. Dus here we do, here we go. Atje voor de sfeer, voor de sfeer, atje voor de sfeer. Oh my god. Oh. Dat was rap. Oh ja, echt. Oeh. Met z'n vak, dat was rap. Oh, ik heb een rap hartje gedaan. Tjoee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 
Ik ben van plan om nog eens een leuke edit te maken. Dus ja. Ik heb daarvoor mijn andere camera nodig, mijn oude camera. Dus, maar dat komt wel in orde. Ja, let's go. Oké, boys and girls. Ja, dit is een soort van edit. Dus ja, zet ik mijn andere camera aan. Dus ja. Sweet Caroline. Oh, zie ik nu een andere camera? What the fuck? Is dat de Sony ZV-E10? Zit ik jullie met Cybershot te filmen? What the fuck? Ik ga ze omdraaien. Wie weet is dat wel een goede camera. Ja, yeah, let's go. Yeah. Oh, dat is die camera. Let's go. Oké, dat was de edit. Ik weet niet hoe dat die uitgedraaid is. Ja, ik weet niet hoe dat die uitgedraaid is, die edit. Ik zou nog moeten zien hoe ik die ga editen. Dus ja, ondertussen ben ik ook naar de heruitzending van KV Kortrijk RWDM aan het kijken.
Ja. Dikke scheid dan RWDM eigenlijk. Ja. Deze is denk ik wel het laatste shot van deze vlog. Ik denk dat jullie wel genoeg gezien hebben van deze vlog. Dus bedankt voor het kijken naar dit nieuwe vlog. Ik ga de outro ook gelijk doen op deze camera en op die andere camera. Dus ik wil jullie graag al bedanken om te kijken naar deze video. Ik wil jullie graag heel graag bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. En dan zie ik jullie graag terug in de volgende video maar weer. Bye bye!